Hallo allemaal, goedemorgen. Het is woensdag en nou, ik hoop dat met iedereen alles goed gaat. Het is de 22 april. Vandaag is een mooie dag. Waarom is het een mooie dag? We hebben namelijk niemand minder dan internationaal spreker. En een van mijn grote favorieten op het sprekerstoneel, Cyriel Kortleven. En die heeft een super gaaf verhaal. Dus ik heb hier naar uitgekeken. Ik kan je niet vertellen hoe leuk ik dit ga vinden. Ik zie, laat even in de chat weten dat je er bent. Ik zie Wouter binnenkomen. Erika zie ik binnenkomen. Hallo. Inga is er. Niels. Anouk. Hallo Anouk. Morgen. Evelien, goedemorgen. Femke zie ik binnenkomen. Carolien, mijn schatje. Hallo, mevrouw, die kijkt ook altijd mee. Carlo Fiscalini, de man met de mooiste naam. De achternaam. Maita, hi Maita, goedemorgen. Ik hoop dat alles goed met jou is. Dat jij weer lekker in rust bent gekomen en gewoon lekker je ding kan doen. Ellen, goedemorgen. Ingrid, hallo Vincent. Peter is er weer bij, hartstikke gaaf. Hallo Mimieke, fijn dat je er bent. Nou, we hebben een hele leuke spreker. Even kort, de slimschakel. 25 tot 30 minuten, soms loopt het een klein beetje uit, maar we gaan vandaag echt proberen binnen die 25 minuten te blijven. Kort, praktische, inspirerende masterclasses door experts over twee gebieden: mens, organisatie. En we zitten nu in de organisatiereeks. Hoe kan een organisatie zijn welzijn, zijn samenwerking, zijn effectiviteit vergroten in crisistijd? De naam van het programma van vandaag is Mindset, hè, Change Mindset. Hoe kun je verandering toepassen in deze tijd door een andere mindset aan te nemen, de verandermindset. En daar is Cyriel heel goed in, die gaat daar wat meer over te vertellen. Zorg ervoor dat je iets lekkers hebt staan, thee, koffie, melk of water. Zorg ervoor dat je pen en papier hebt, dan kun je meeschrijven. Uiteraard, de presentatie komt ook in de online huddle. Dus op het moment dat het webinar is afgenomen, dan kun je naar slim.dehuddle.nl. Als je daar nog niet hebt voor aangemeld, doe het vooral, want daar vind je de spreker terug. Je vindt daar ook de content die we hebben. Dus daar kun je alles vinden wat je nodig hebt. Daarnaast, check je chat, want je kan af en toe kun je ook wat vragen stellen aan de spreker. En ik zie dat onze Cyriel, die is er tussenuit gepiept even. Even kijken, volgens mij komt hij nou terug. Even kijken of dat zo is. I'm back. Ja. Aanbek, ja, hij was er even tussenuit. Maar dat is mooi om jou het woord te geven, Cyriel. Stel jezelf voor aan de mensen, wie ben je voor wie jou nog niet kent? En vertel eens wat meer over je filosofie. Helemaal goed. Ja, ik zit in België, dus wie weet heeft dat iets met de internetverbinding te maken. Ik zit wat verder, maar ik hoop dat het nu goed blijft. Cyriel Kortleven, dus ik geef op dit moment, ben ik vooral bezig met presentaties geven rondom verandermindset. En ik denk dat we zeker in deze tijden van de crisis hebben we het meer dan ooit nodig dat we een mindset hebben om een switch te kunnen maken. Ik noem mezelf eigenlijk geen thought leader, maar eerder een simplifier. Ik hou ervan om simpele boodschappen te geven. Je hebt de mensen, de thought leaders met briljante visies en trends, en zij weten wat er allemaal voorspeld gaat komen. Dat is helemaal fantastisch, maar soms, ik zit af en toe ook in de zaal dat ik de mensen hoor, merk ik dat mensen achteraf iets hebben: wauw, wat een inspirerend verhaal. En nu? Ik ben dan, ik probeer daar wat heel simpele dingen te geven. Wat kun je nu heel makkelijk doen om binnen je organisatie, om je collega's, maar je kunt dat ook op privévlak, weet je, hoe kun je mensen meekrijgen in nu bepaalde verandertrajecten? En dat probeer ik op een hele simpele en eenvoudige manier te doen. Ja, ga. Ik vertrek heel vaak van dat we soms hebben we ergens een probleem mee, er loopt iets mis. Maar wat doen we? Gaan dan heel vaak kijken naar het verleden. Hoe hebben we het toen opgelost? Dat hebben we toen zo gedaan en we bedenken een regel of we bedenken een procedure om dat opnieuw te doen. Maar soms, en zeker in die grote organisaties, wordt dat probleem dan zo complex. Dat wordt groter en groter en groter. Waardoor op de duur mensen eigenlijk niet meer weten van ja, maar waarom doen we dit eigenlijk? En wie weet, herken je dat? Weet je dat je bepaalde procedures in je bedrijf moet volgen, dat je documenten moet invullen, maar je weet dat die gegevens al in een ander systeem zitten. En je denkt van ja, maar weet je, waarom veranderen we dat niet? Maar dat is moeilijk, weet je, want dat heeft te maken met regeltjes, assumpties, manieren van hoe we denken.
En om ermee om te gaan, want ik heb het gevoel dat onze wereld, ja, die verandert heel snel. We zitten nu allemaal, weet je, iedereen is nu zijn gedrag binnen over heel de wereld. Dit is een mega-experiment in gedragsverandering. Nou, nou zeker. Ja, dus iedereen zit die dingen ook aan te passen, zit ook zijn gedrag wat aan te passen. Maar tegelijkertijd merk je ook dat soms de logische weg werkt niet meer. Er zijn bepaalde dingen die niet meer lukken. En ik heb dan een soort filosofie, weet je, als ik mijn filosofie in een soort mantra moet noemen, zou ik zeggen, don't mind the change, change your mind. Weet je, soms zitten we zo erg op die verandering en op de inhoud zelf van die verandering wat er gaande is. En we vergeten van, je kunt ook leren om eigenlijk met veranderingen heel makkelijk om te gaan. Weet je, no matter what the change is. Dus kunnen we mensen, zouden we hen niet beter wat opleiden, trainen, tools geven, om makkelijker met al die veranderingen om te gaan? En dat is waar mijn filosofie, drie simpele woorden vandaan komen. Yes and act. Drie woorden. En wat betekent ik begin even met de yes. Weet je? Ja. We hebben even een stilstaand beeld. We beginnen met de yes and act. Daar zitten we even op te wachten. De noemen ze een cliffhanger inderdaad, Hans. Annemarie die zegt goedemorgen. Fijn dat je er bent, Annemarie. We zitten in het verhaal van Cyriel Kortleven, die zijn filosofie over change aan het maken is. Hij zegt don't mind the change, change your mind of change your mindset. Dat is waar hij was gebleven. En hij typeert zijn filosofie nou waarbij hij eigenlijk zegt van uitstel van oordeel en bekijk de wereld vanuit een ander perspectief. Act, experimenteer en accepteer rakelingen. We kijken even of hij terugkomt. Ondertussen kan ik wel even een poll van hem starten. Dan hebben we ook wat input als hij terugkomt, hè, want hij is waarschijnlijk opnieuw aan het inloggen nou. Hoe belangrijk is in deze tijd nou creativiteit in jouw werk? Vul die poll alvast even in, dan wacht even rustig dat hij terugkomt. Niet, weinig, veel of extreem belangrijk. En dan geven we hem daarmee, daar komt hij aan, een beetje input. Ha, je bent terug, heel goed. Ik ben ondertussen ben ik maar even een polletje voor je aan het starten. Fantastisch. Jij was met je filosofie bezig. Je zei van, bij don't mind the change, change your mindset. Yes, uitstel van oordeel en bekijk de wereld vanuit een ander perspectief. Act, experimenteer en accepteer rakelingen. En ik heb een poll gestart, dat was een van jouw polletjes. Hoe belangrijk is creativiteit nu in je werk? En dan zie je dat niet is 0%, weinig is 3%, veel is 19% en extreem belangrijk totaal 35%. 61 en 35% zeggen het is heel belangrijk creativiteit. Ga verder met je verhaal. Ja, excuses hiervoor, ik zit op een andere plek. Ik heb nu rechtstreeks een kabel ingestoken, dus nu zou het goed moeten zijn. Nu, dit is ook fantastisch hoe jij het ook oppakt, Wout. Dit is verandering. Dit soort dingen gebeuren, daar kun je van alles van denken en roepen. Maar we moeten toch verder, dus hoe ga je daar dan mee om? En dat heeft voor mij ook te maken met die yes and act. Van, we kunnen nu gaan zeggen, ah, maar yes, oh, het gaat fout, ja maar, en dit en dat. Oké, maar hoe kun je dat nu omdraaien? Hoe kun je op een andere manier kijken? En als je ziet dat mensen inderdaad de creativiteit inderdaad ook een heel belangrijk onderdeel is, ook in hun werk, dan een van de tools die bij de yes horen, is, en gebruik ik, weet je, ik kom uit België, dus we houden van onze bierkaartjes, dit noem ik een ID-killer kaartje. Je hebt een rode kant en je hebt een groene kant. En je ziet op de rode kant zijn allemaal van die uitspraken zoals, ja, maar, weet je, hebben we al geprobeerd, geen geld, dat past niet in onze organisatie. En dat zijn reacties die heel vaak snel gebeuren. Als iemand met een nieuw idee komt, dat mensen onmiddellijk iets hebben van, ja, maar dat werkt niet voor ons, of we hebben geen budget, of dat kan niet. Terwijl, een van de tools die ik de mensen meegeef, kun je van een ja maar naar een ja en gaan. Dat is één woord veranderen, ja. Heel simpel. Bij jullie, weet je, in Nederland is het hele omdenken heel bekend. Dat gaat hier natuurlijk ook een stuk over. Waarbij in een ja-en, door in een ja-en-stand te gaan, je gaat een idee toevoegen en je stelt heel even je oordeel uit en je gaat mee in die plannen.
Wat gebeurt er? Je gaat merken dat die andere persoon ook enthousiast begint te worden. Dat die ook begint te voelen van, ja, maar wacht eens even, ja, dit zouden we kunnen doen. En laat ook de gekke ideeën maar even toe. Laat ook maar de ideeën van je denkt van, ja, maar werkt dat wel? Laat die toe. Ik noem dat de 3-minuten-regel. En hier is een hele praktische manier om die, bijvoorbeeld als je vanmiddag nog een Zoom-vergadering of zo hebt, om die eens toe te passen. Stel, je hebt 10 agenda's. Ja, en, dat en het betekent dus dat je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, en dat is interessant, of ja, dat is gaaf, of dat, ja, dat is bijzonder, want... En dan gaat je brein, die gaat ook zoeken naar de opportunity binnen iemands reactie. Absoluut, ja. Dus je triggert al iets bij die persoon. En wat je doet, is je zorgt dat een idee niet onmiddellijk wordt afgekapt. Weet je, je zorgt dat een idee nog levend kan blijven en mensen beginnen dingen toe te voegen. Waardoor het vanzelf ook iets groter wordt en de energie wordt ook groter. Dus stel, 10 agendapunten, 9 ervan zou ik zeggen logisch denken, doe wat je normaal doet. Maar voor dat ene agendapunt waar je wat creativiteit voor kunt gebruiken, zeg je, we plaatsen het kaartje en ik kan ook nog, ik zal jullie een link bezorgen, dan kunnen mensen ook een poster met ID-killers downloaden. Dan leg je het kaartje in het midden en voor 3 minuten... alles is mogelijk. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Stel dat er dan toch iemand is dat jij, Wout, zegt... Ja, maar ja, Cyril, weet je, dat hebben we al een keer geprobeerd. Dan pak je het kaartje. Rode kaart. Wat betekent dat? Je hebt 1 idee gedood. De straf is, je moet met 2 nieuwe ideeën komen. Ja, dat is de spelregel. Wat gebeurt er dan tijdens die 3 minuten? Er ontstaat heel veel energie. En na die 3 minuten ga je kijken van... wat zijn nu de zaken die we echt kunnen meepakken? Welke zijn nu de relevante elementen die we kunnen meepakken? Want je hoeft niet al die ideeën te doen. Je pakt er de kleine stukjes uit waarvan je denkt, hey, wacht eens even, hier zou ik wel iets mee kunnen. En het is zo bijzonder. Ja, gaaf. Zo'n simpele oefening. Ik doe hem al 15 jaar, maar hij werkt. Weet je? En ik denk, ja, als hij werkt, blijf het dan alsjeblieft ook doen. Waarom zeggen mensen eigenlijk ja maar zoveel? Want we hebben het natuurlijk over verandering maken. Maar wat is de reden dat mensen zoveel ja maar zeggen? Ja, er zit een stuk angst in. Ja en zeggen is spannend, want wat gaat er dan gebeuren? Ja maar is status quo behouden. We blijven zoals het is, want als ik ja maar zeg, dan blijft de situatie zoals die is. Ook al is dat niet zo'n heel leuke situatie, ik ken hem wel. En heel veel mensen dan toch... Voor de veiligheid, in plaats van... Ja, je weet niet waar het toe kan leiden. Weet je bent aan het voortbouwen en je gaat steeds een paar stappen verder. Dus dat is denk ik een van de hoofdredenen waarom we zo snel naar die jamaar gaan. En het is in onze patronen. Hè. Je kunt bij jezelf nagaan. Het is een automatisme. Je denkt zelfs niet na. Iemand zegt iets. Hey, Wout, zullen we dit doen? Ja, maar... Oh, wacht even. Je doet het bijna onbewust dat je die dingen meepakt. Helemaal geweldig. Ik vind deze al heel leuk. Fantastisch. Ja, fantastisch. Dan ga ik naar het tweede stuk. Dus dit is al een hele praktische bij de ja. Wat is bij de N? De N staat voor... Kijk nu eens naar de wereld vanuit een andere bril. Kijk eens op een andere manier naar de wereld. En ik ga jullie een 3D-print laten zien. En je kunt hem nu zien. En je ziet waarschijnlijk het woord no. Ja. Wat gebeurt als ik die hoek ga draaien... Dan verandert de no in een yes. Ja, zelfde kunstwerk. Dat kunstwerk is niet veranderd. Zo zijn er wel meer die graag willen. Maar wat gebeurt er? Je verandert je perspectief. Of ik heb gezorgd dat jouw perspectief verandert. En een probleem, een no, kan dus bijna hier letterlijk een yes worden. En dit hebben we natuurlijk ook heel erg met hoe wij naar de wereld kijken. Je kunt zeggen, oh, coronacrisis, een probleem. En het is, weet je, het is vervelend. Het is een hele situatie die heel anders is. En zeker met gezondheid. Als je gezondheid goed is, is het eigenlijk een grote ramp. Maar voor heel veel mensen, die zijn thuis... Goh ja, en die kijken naar die wereld van, ja, maar het is allemaal gedoe en moeilijk. Dus te zeggen, nou, het is een probleem. Maar wacht eens, dus als je vanuit een andere hoek naar hetzelfde kijkt, is, hey, wacht eens even, dit is de kans om online dingen te gaan doen. Dit is de kans om nieuwe dingen te gaan uitproberen. Ik zie ook reacties binnenkomen van mensen die vinden dat helemaal leuk. Hè? Dus Anouk van der Laar, die vroeg nog van, trouwens, Hans, bingo.
Anouk van der Laan, die vroeg nog van, die zegt nog, wat zijn rakelingen veranderingen? Zijn dat veranderingen? Denk dat was bedoeld, die komt er dadelijk aan. Ja, de rakeling komt ze meteen bij. Dan komt het daar moet aan, nog, okay. Blijf nog leven. Ja. Dan lijkt uit wat een rakeling precies is, want die zit vooral in het echte deel, in het doen, in het doen ding. Maar je weet, kunnen we een korte oefening doen, Wout? Ja, wacht even. Even nog even op, om te reageren op mensen. Guido zegt, mooi kubusje had ik in het verleden graag aan heel wat procestijgers willen laten zien. Mooi Guido. Mooi. Geweldig kunstwerk, zegt Carolien. Erika zegt, wat koop je, waar koop je deze No-Yes kubus? Ja, ik wil hem ook zien. Ja. Even kijken. En waar koop je de bierveeltjes? Mijn vrouw Carolien, die zit ook in een organisatie waar ze dit ja, die kan ik, dus, die kan ik wel. Bierveeltjes is geen probleem. Die bestel ik per 10.000. Want die gaan redelijk makkelijk de deur uit. De kunstwerken... Doe maar een pakket naar mij toe. Ja, nee, ja. Dat is goed. Dat is goed. Ik kan je een stapeltje opsturen. Deze zijn echt nog redelijk nieuw. Ik ben eigenlijk aan het kijken met een producent die produceren. Ze zijn nog redelijk duur. Kosten mij nog €50 voor zo één dingetje. Maar ik ben aan het kijken om die prijs van hem laag te krijgen. En dan wil ik ze ook wel te koop gaan aanbieden, dus who knows? Ah, nice. Hou ons op de hoogte, ja. Hey, derde punt. Dan gaat het naar echt. We gaan naar de echt, maar ik wil een klein korte oefening doen bij de end, om heel even te laten zien hoe dat dan precies werkt. En dan pakken we de echt, dat zijn twee minuten. Mensen kunnen in de chat even antwoorden. Ik laat een oefening zien, even kijken of je het kunt zien. Je ziet hier 5 symbolen. Ja. En ik ga je vragen, welk symbool hoort niet in de rij thuis? Ja, niet te lang over nadenken en je mag het antwoord in de chat zetten. Dus je ziet hier 5 symbolen, welk ding hoort niet in deze rij thuis? En ik zie al heel wat antwoorden komen. Ja, fantastisch. Wout, ik kan al zeggen, jullie hebben een zeer creatief publiek. Want als ik deze oefening doe, gewoon bij een grote zaal... 95% van de mensen antwoordt de F. Ah, waarom de F? Ah ja, dat is de enige medeklinker, de rest zijn klinkers. Dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is het correcte antwoord. Doe. En dan stopt. Iedereen denkt, nou ja, maar dan zegt iemand anders inderdaad de U. Dan vraag ik je, waarom de U? Ah, dat is de enige die rond is. De enige die gebogen is. Dan zeg ik, ah ja, dat is het correcte antwoord. En het kan ook de A zijn, de enige op 2 benen, de enige met een gesloten deel. Dus waar het in deze oefening over gaat, is van hoe kijk je naar die oefening? Kijk je vanuit het perspectief, ah, dit is het alfabet, ja, dan hoort de F er niet thuis. Of geef je jezelf de ruimte om iets breder te kijken en een andere antwoordmogelijkheden te zien. Dit kun je identiek hetzelfde doen voor je eigen producten en diensten. Ah, dit is een dienst voor die doelgroep en we doen er dit mee. Oké, wacht even, dat is ook nog op een andere manier. Dat is de end. Wat is de act? Laatste deel. De act gaat over, je moet wel dingen doen, je moet experimenteren. En daar nodig ik mensen heel vaak uit om kleine acties te pakken. Kleine stappen te zetten om dingen uit te proberen. En ik geef er vaak aan, ik noem dat een nanoactie. Wat is een nanoactie? Je hebt 1 uur de tijd en je hebt €10. Waarom die 2? Dat zijn vaak de 2 grootste ID-killers. Jongen, we hebben geen geld, we hebben geen tijd. Nee, je hebt... €10 mag je besteden, je hebt 1 uurtje. In plaats van de tijd te spenderen... Weet je, sommige mensen zijn weken, maanden bezig om het perfecte plan te maken. Zou ik zeggen, oké, we hebben plannen nodig, daar ga ik mee akkoord, maar spendeer geen maanden, probeer eens een paar nanoacties. Weet je, je hebt een ruw plan, dan dacht je, oké, ik ga eens iemand opbellen. Weet je, dat kost me 10 minuten tijd, niet veel geld, of ik doe een heel klein experiment om te zien of het werkt of niet. Dat is die nanoactie. En dan kom ik bij het laatste. En dat is inderdaad die rakeling. Weet je, want soms is het een succes, soms is het geen succes. En dat kan een rakeling zijn. En wat is een rakeling? Iets dat je met de juiste intentie hebt ondernomen, maar dat nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Wij mensen denken vaak heel binair. Weet je, we doen iets en het lukt. Dat noemen we een succes. Weet je, dat is de 1. We doen iets en het lukt niet. Dat is de 0. Dat is falen. Dat is een mislukking. Maar tussen die 0 en die 1, dat is waar de rakeling zit. De 0,1, de 0,3, de 0,9. Je hebt iets geprobeerd. Mensen zijn nee. Ja. Maar weet je, op het einde, je had toch net nog iets anders moeten doen. Weet je, je had net dat nog moeten doen en dan was het waarschijnlijk gelukt. En daar moet je eigenlijk op zijn. Ja, en mensen, en het klopt ook. Hè. Mensen die zijn vaak heel erg bezig met het bedenken van iets en het perfecte schip maken. Maar heel veel mensen vertrekken daar niet. Hè.
En de kunst is juist, zet mini-actietjes op en kijk of het werkt. En als het werkt, dan kun je het... Voilà, en dan zet een volgend stapje en een volgend stapje. En soms loop je tegen de muur. Ja, weet je, soms zijn het die rakelingen. Maar in plaats van het te zien van, het is mislukt, het werkt niet. Nee, je hebt iets geleerd. Je staat verder dan de persoon die nog steeds aan dat plan aan het werken is. Nee, die nog steeds achter het bureau zit. Nee, jij weet al, route C, die werkt niet. Nee, die moeten we klein beetje aanpakken. Ja, precies. Dus... Gaaf, en dat is eigenlijk een mooie ik vind, yes and act. Ja, weet je wat ik heel leuk vind aan de manier hoe je het vertelt? Het is inderdaad, je vertelt het zo fucking simpel. En het is zo kernachtig. Hier kunnen mensen gelijk wat mee. We gaan net in de Big Five, dat is ook nog wel even terug laten komen. Maar ik vind het super nice hoe je dat illustreert. Ik wist het wel trouwens. Ik heb jou gezien, dus ik wist dat dit heel erg leuk ging worden. Hey, we doen nog even een polletje. Perfect. Is dat goed? Ja. Komt ie aan, jongens. Doe je voldoende om je creativiteit nu te benutten? Weet je wel? Dus doe je het ook. Het is niet alleen belangrijk. En dan kunnen we kiezen tussen nee, onvoldoende. Nee, mijn werkgever stimuleert het talent niet. Ja, soms gebruik ik het al. Ja, ik pas het zo vaak mogelijk toe als maar kan. Eens even kijken wat mensen zeggen. En misschien heb je daar dan ook nog wat leuke aanvullende tips op, Cyril. Ja, en ik zie al inderdaad, zit wat een heel aantal mensen past het heel veel toe. Soms sommige onvoldoende. Het heeft ook veel te maken met welke ruimte krijg je. En hier gaat het echt over die organisatie. Stimuleert men het denken in ja en? Stimuleert men dat het oké is voor rakelingen? Ik ben nu met een bedrijf bezig, daar willen ze het meepakken in de jaarlijkse evaluaties. Dat elke 3 maanden hebben ze gesprek. Gaat een van de vragen zijn van, heb je deze 3 maanden een rakeling gehad? Als dat niet is, krijg je negatieve punten, want dat betekent dat je gewoon gedaan hebt wat je altijd gedaan hebt. Dus deze vraag heeft ook heel veel te maken met, weet je, als je zelfstandig bent, ja, dan hoop ik, en zeker in deze tijden, zijn mensen vaak creatiever. Hè? Want je hebt je beperkingen. We zitten binnen, we zitten online, dus dan ga je dingen beginnen experimenteren. Maar als het naar richting werkgever is, zie je vaak 2 dingen. Ofwel beginnen ze heel erg te controleren. Je hebt nu bepaalde bedrijven, die zijn allemaal van die software aan het installeren, dat ze zien hoeveel mails ze hebben gestuurd, hoeveel... ze maken screenshots. Dan denk ik, dat is helemaal geen omgeving waar ze jouw vertrouwen en waar ze jouw creativiteit de kans geven. Dus helemaal met de omgeving te maken waar je in zit. Ja, en dat is, je kan het in elke omgeving creëren, maar je moet het ook met een ander perspectief gaan bekijken. Hè? Absoluut. Dat is het, hè? En het ding is, het kan heel klein. Ja. Weet je, heel vaak wordt innovatie gekoppeld aan de nieuwe iPhone, grote dingen. Nee, volgens mij is de grootste creativiteit en change mindset zijn juist die hele kleine stapjes die je zet, die naar grotere dingen leiden. Ja. Ja, dat is heel leuk. In de chat zegt Carlo Fiscalini, zegt ook rakeling. Zegt hij. En Ingrid zegt, zoals het eten van een olifant is te groot om dat ook in 1 keer te doen. Maar als je iedere keer one bite neemt, dan kom je in ieder geval vooruit. Heel goed, Ingrid. Mooi. En Mieke zegt, er zijn meerdere weken naar Rome. Nou, alles begint met 1 stap. En dat is absoluut waar. All right, nice zeg. Ik vind het super gaaf. We gaan even naar jouw Big Five adviezen. Ja. Even kijken, we hebben de polls gehad. Dus als we het kernachtig samenvatten voor mensen, en wil je eens kijken of je het praktisch kan vertalen naar lessen die mensen dan ook nu daadwerkelijk vandaag kunnen inzetten. Absoluut. Dus eentje is inderdaad bewustwording rond die ja maar en ja en. Ik weet dat jij bent met de bingo bezig. Bijna zou je ook zoiets moeten doen met de ja maars. Elke keer dat je ja maar zegt, word er even bewust van. Ja, want op zich is er niks mis met een ja maar het komt vaak te vroeg. Ja, bekijk eerst het idee. Tweede, die 3-minuten-regel. In de volgende vergadering probeer dat eens in de volgende Zoom. Neem de laatste 3 minuten, zeg je, kijk, ik heb juist iets leuks geleerd. We gaan 3 minuten in de AN-modus en kijk eens wat eruit komt. En ik ben ervan zeker van dat er mooie dingen gaan uitkomen. Dus geloof me niet, mijn woord, doe het een keer. Zet eens een andere pet op. Ja. Kijk de wereld eens vanuit een andere hoek. Weet je, welke opportuniteiten heb jij nu in je organisatie waarvan je zegt van, ja, maar eigenlijk zouden we dit nu moeten doen. Oké, fantastisch. Ja. Doe dan, stap 4, doe dit eens een klein experimentje. Bel eens een klant op waarvan je denkt, we zijn met een nieuw product bezig.
Dit willen we gaan doen, wat vind je ervan? Hey, en bel zoals drie klanten op als die drie klanten zeggen, hey, maar dat klinkt eigenlijk wel interessant, wie weet moeten we dat eens proberen. Heb je eerst een nanostap gezet? Hey, je bent al verder dan de persoon die nog zit uit te typen om het plan te doen. En accepteer dat je af en toe zul je eens tegen die muur lopen. Hey, maar leer er ook van. Zie het niet als een mislukking, maar zie het eerder als, hey, wauw, hey, dit werkt niet. Ik heb iets geleerd dat die route moet ik niet doen. Ik ga dit aanpassen. En manier... Ja, dat is heel gaaf. Ja, want wij zijn wat dat betreft ook veel te streng voor onszelf. Hè? Dat als we iets in gang zetten en het lukt niet, dat het gelijk een mislukking is. Maar het is natuurlijk een stappenplan naar succes. Hè? Want als je doorzet en je fine-tunet, dan kom je vanzelf vaak op de goede plek uit. Ja, dus ook bij de Song of the People zijn we aan het maken. Er zijn inmiddels 8 versies van. En we zitten nu in de professionele fase, weet je wel. Het wordt nu zo goed. Maar dat komt gewoon omdat we telkens als we iets gemaakt hebben, denken, ja, dit is goed, maar volgens mij kan het nog gaver. Hé, wie moet ik daarvoor hebben? Ah, die ga ik benaderen. En dan komt het inderdaad ook beter terug. Ja, absoluut. Ja, volgens mij dat hele proces heb je dit soort zaken ook allemaal toegepast. Ook in de modus gaan kijken van hoe kunnen we dit groter maken. En soms zul je tegen een muur lopen dat niet lukt. Maar als je kijkt waar je nu bezig bent met die song. Ja, subliem. Fantastisch waar het nu al staat. En het moet nog in de wereld gezet worden. Wie weet wat moet nog. Ja, precies. Ja. Hey, als je algemeen, hè, want dit waren je adviezen. En super bedankt. Ik vond het echt super gaaf, deze adviezen. Heb je nog een algemeen afsluitend woord wat je mensen wil meegeven? Is dit het idee, Wout, om misschien ook aan te geven dat mensen nog een boek kunnen winnen? Dat is ook gaaf. Dat kan wel lukken. Want dit is, wat ik nu gedeeld heb, staat ook in... ik noem het een boekazine. Want het is een boek met de layout van een magazine. Ik heb het gevoel, heel veel boeken zijn een beetje saai met alleen maar woorden. Dus hier staan nog heel veel van die dingen in. Ja, een tip is, probeer dit soort zaken gewoon te doen. En het is misschien leuk dat we mensen, een aantal random, dat 5 mensen wil ik met heel veel plezier het boek toesturen. En als zij een uitdaging hebben, wil ik met heel veel plezier, dan nemen we 3 minuten, of we maken er 9 minuten van, wil ik even mee brainstormen of sparren van wat je er nog mee kunt doen. En ik zou zeggen, ga mee in de slag, probeer het. En... Ja, weet je wat we doen? De mensen die reageren in de chat, ja, ik wil hem, en ik wil zo'n 9 minuten gesprek met Cyril, die krijgen. Ik vind het helemaal goed. En we verloten de 5. Dat doen we random.org, we verloven de 5. Maar alleen de mensen die reageren, die mogen. Kijk, we komen in actie allemaal. Kijk, dit zijn de nano-acties. Je had er ook 3 dagen over kunnen nadenken. Ja, dit zijn nano-acties, weet je wel. Gelijk dynamiek erbovenop. Heel goed. Ja, fantastisch. Ja, want dat gaan we doen. We gaan er dan 5 verloten onder de mensen die in de chat. Hans, wil jij dit even registreren? Van wie er hebben gereageerd? En dan gaan we daar de 5, en dan doen we natuurlijk een videootje van maken. En die koppelen we aan het videootje van jou. Hè? Want dat is leuk, dan krijgen we een goed beeld. Hey Cyril, ik vond het echt, het was charming goed, man. Het is Belgische verleidingskunst nummer 1 gewoon. Het is, je wordt hier zo blij van. Het is super gaaf. Ik wil jou heel hartelijk danken. We gaan elkaar, als de coronatijd over is, gaan we elkaar absoluut even ontmoeten. Want we gaan even iets samen doen. Ik denk dat ik je ook in mijn Slim Show ga uitnodigen. En misschien kunnen we internationaal samen iets doen. Dat zou ook heel gaaf zijn. Hey jongens, de volgende sessie, dan komt er ook een hele gave trainer. Cyril kent hem ook. Ik ken hem ook. Het is een hele goede vriend van mij uit Alkmaar. Ook een paar keer het podium met hem gedeeld. Het is Arjen Lemstra, directeur van Event Summit. En hij gaat het hebben over waarom het nu absoluut belangrijk is om vriendjes te maken en netwerken. En hoe je dat heel goed kan doen. Dus wees er vrijdag weer bij. Even kijken nog wat afsluitende dingen op weg naar mij. Even kijken, de oefening met de letters kan ik super goed gebruiken. Dankjewel, tof. Leuk. Top, bedankt. Tot vrijdag. Hans, neem even contact op in verband met afgeknepen verluid, zegt Wouter. Geer zegt dankjewel. Optimisme ten top, zegt Annemarie. Had ik even nodig. Ah, gaaf, Annemarie, dat gun ik jou. Nathalie, bedankt. Hartelijk bedankt. Inspirerend. Ik ben later aangemerkt vanwege uitlopende afspraak. Kan ik me nog nazien? Jazeker, in de huddle, meneer Van der Linden. Nanny, echt heel tof. Dank u. Jullie gaan nu naar een bedankpagina toe. Daar kun je een enquêteformulier invullen. Je mag ook een donatie doen voor de Song of the People. Het is een inspiratiesong om mensen die lijden, mensen die eenzaam zijn, mensen die ziek zijn, mensen die
nu juist zoveel support aan het geven zijn om de corona de wereld uit te helpen, om die een steuntje in de rug te geven. 5 mei, bevrijdingsdag, komt die uit. Er werken in totaal 11 zangers, producers, songwriters aan mee. Het wordt super tof. Als je 5 euro over hebt, doneer, want dan kunnen wij hem helemaal top maken. Jullie krijgen hem dan ook van mij. En nou ja, goed, daarmee gaan we verder. Ik wens jullie van nou een hele fijne dag toe. Be safe. En ik zou zeggen, tot snel. Cyril. Tot de volgende. Superman. Ciao, ciao. Helemaal gaaf. Ja, ciao, ciao.